jou eens evenementen in Breda. Ja. Welke evenementen ga je naartoe? Ik ga naar Breda Concert, ik hou van Nederlandstalige muziek. Ja, met Koningsdag, carnaval, Breda Live ben ik wel eens geweest. Dat soort dingen. Breda Borst, een jazzfestival. Wat nog meer? Eigenlijk van alles wat hier te beleven is. Er is genoeg aanbod. Ja, genoeg, zeker. Weinig, heel weinig. En waarom heel weinig? Nou, omdat het meestal voor de jongeren is en een hoop herrie. En dan denk ik van ja, ik heb er niet zoveel zin in. Ik ben wel eens naar een foodfestival geweest, dat soort dingetjes. Hier in het Ginneke ben ik trouwens wel eens een keer geweest, dus daar ben ik heen geweest. En verder, ja, iets met muziek. Nee, niet echt eigenlijk. En hoe komt dat? Geen idee. Is er geen aantrekkelijk aanbod? Of, Ja, meestal de muziek die niet bij mijn smaak valt. Je bedoelt van niet de muziekevenementen niet? Ik bedoel alles, dus van Breda Foto tot Breda Foto, daar ben ik echt een fan van. Ja. Wat houdt een evenementennota in? Nou, we maken een evenementennota om dingen in goede banen te kunnen laten leiden. Om subsidiecriteria met elkaar vast te kunnen stellen. En eigenlijk ervoor te zorgen dat een fantastisch mooi evenementenpalet in Breda kunnen hebben en mogen hebben. Terugpakken op het verhaal van Breda. Het verhaal van Breda is nu geformuleerd. U wil daaruit eigenlijk ook een nieuwe evenementennota trekken. Is dat ook gelijk de visie voor de stad rondom het verhaal van Breda? Nou, je ziet wel dat het verhaal van Breda geeft een aantal aanknopingspunten. Subsidiecriteria die zullen daar ook op geënt zijn. Nou, hoe dichter je bij het verhaal van Breda blijft, hoe meer kans er ook is dat je straks eventueel op ondersteuning kan rekenen. Maar dat neemt niet weg dat ook bijvoorbeeld een weekmarkt in een Bavel of in een Ulverhout ook behoort tot een van de kernkwaliteiten die we hebben. Nou, die moeten ook binnen die criteria kunnen vallen. In 2013 was in de evenementennota nog niet de ruimte die nu gereed gemaakt wordt op Breed Park meegenomen. Ziet u daar een verschuiving in qua evenementenbeleid in de binnenstad? Nou, je ziet dat de druk op het aantal evenementen echt is toegenomen. Breed Park is inderdaad ontwikkeld. Dat biedt perspectief. Maar ook zelfs dan nog hebben we gewoon extra ruimte nodig. Nou, om die reden zijn we ook aan het kijken hoe we de stadionlocatie, in het bijzonder P5, kunnen toevoegen. De Gasthuisvelden is een locatie waar we heel nadrukkelijk naar aan het kijken zijn. Dus het nu nog defensieterrein, wat straks ook openbare ruimte voor een deel gaat worden. Nou, zo zijn we dus wel echt aan het kijken hoe we ook spreiding in de stad kunnen krijgen. En elke locatie zijn eigen dynamiek kan gaan hebben. En per wanneer moet die dan ingaan? Of moet de nieuwe regelgeving rondom deze nota ingaan? Nou, dat is iets wat we moeten bekijken. Want je moet ook een fatsoenlijke overgangstermijn hebben als je regels verandert. Dus dat is onderdeel van gesprek ook met de gemeenteraad. Dat de nieuwe evenementennota leeft onder de Bredase burgers was te zien uit de commissievergadering waar maar liefst 10 mensen inspraken. Voorafgaand aan deze commissievergadering hadden wij een interview met Tim van het Hof van D66 en Casper Rutte van het CDA. Ik zit hier met Casper Rutte, woordvoerder van het CDA voor economie. Zit er in de nieuwe nota, zoals die nu is opgesteld, een goede visie voor op het gebied van evenementen voor Breda? Er zit wel iets van een visie in, maar goed, je hoort daar dus ook dan wel weer kritiek van, goh, wordt het nu niet te beperkt, zeg maar, hè? Want het is natuurlijk een afweging die je moet maken. Je hebt grote evenementen die een breder bereik hebben, maar je hebt ook heel veel belang bij kleinere evenementen, juist in. En daar krijg ik ook signalen van mensen dat die balans niet helemaal goed in de nota naar voren komt. En we hebben Breed Park en er zijn ook nog wel andere locaties, dus daar vinden we toch ook jammer dat daar niet meer mee gedaan wordt. En op wat voor manier dan? Want ik zie wel Breed Park wel terugkomen als evenementenlocatie in de notitie. Komt wel terug inderdaad, maar er wordt dan wel de opmerking bij gemaakt dat ze zelf over hun programmering gaan. Okay. Dus ja, dat is dan ook weer iets van hoe moet je dat duiden? Waarschijnlijk van dat ze ook gewoon nee kunnen zeggen. Plus het wordt gemaximeerd op 12. En er zijn in het verleden is toch gezegd van nou, we doen het nu op niveau X en dan dadelijk hebben we Breed Park en dat kan dan ontlast. En nu hebben we Breed Park en we zitten op een hoger niveau dan in 2013 is gezegd en dat blijft het ook. En we hebben ook Breed Park, dus dan ben ik hem wel even kwijt hoe dat nou gaat. Ja. En dat is ons idee dat er gewoon toch te veel in de binnenstad blijft. Ja, mist u evenementen die er niet zijn?
Dat is niet iets wat nou echt in deze evenementennota zo wordt genoemd. Maar wat wij bijvoorbeeld wel hebben gezegd bij de economische agenda, is dat wij groot voorstander zouden zijn dat er internationale business evenementen in Breedpark zouden landen. We hebben natuurlijk vroeger, hadden we Turfschip. Ja. Het schijnt gewoon, ja, dat trekt bedrijven aan. En het zou heel mooi zijn als we internationale bedrijven naar Breda halen, dat ze hier de stad leren kennen en dat ze vervolgens denken, hé, wij moeten ons ergens vestigen. Ja. Dat gaan we dan in Breda doen. Dat was zo'n leuke stad, weet je nog? Daar waren we toen en hebben we zo'n mooie tijd gehad. Maar dat is een ander soort evenementen. Zijn er nog dingen die ontbreken? Nou ja, goed, kijk, dat is één van de dingen. Bijvoorbeeld is dat wij het gevoel hebben dat er worden normen gesteld. Hè? Mm-hmm. Nou, die normen vinden wij in een aantal gevallen ook te hoog. Maar ook, wat doe je nou als die normen worden overschreden? Er zitten geluidsmetingen in de geluidsmetingapparatuur. Ja, dan moet het onzinsiens wel zo zijn dat als je daar overheen gaat, dat het dan niet is van ja, vervelend. Nee. Daar moet dan ook echt iets mee gedaan worden. Bijvoorbeeld beboet. Er moet ook een trigger zijn of een incentive, nog een mooi Engels woord, ja, voor de organisator om zich aan de regels te houden. Wat je ook hoort is dat dat klachten, mensen hebben het gevoel dat ze niet met hun klachten terecht kunnen. Ja. En daar wordt dan bijvoorbeeld voorgesteld om door belanghebbenden om een nummer te hebben dat je kan bellen en dat ook goed wordt opgevolgd. Ja. En een ander punt wat ik ook heb meegekregen, bijvoorbeeld met de singeloop, dat er her en der staan er heel goed bedoeld mensen de hele dag muziek te draaien, waar toch andere mensen weer heel veel overlast van hebben. Ja. En dat zijn dingen die we ook moeten adresseren, want dat heeft een enorme impact op de mensen die daar vlakbij zitten. Ja. Zitten er problemen in deze nota of pijnpunten, dingen waarvan u verwacht of uw partij verwacht, dit gaat niet goed lopen? Nou ja, er is natuurlijk ook het punt van het draagvlak. Als belanghebbenden zich niet gehoord voelen en zich er niet in herkennen, dan is dat natuurlijk toch wel een probleem. Want dit is een nota waar we de komende jaren mee aan de slag moeten. En dan denk ik toch dat je daarnaar moet zoeken en dat er dan meer draagvlak moet zijn dan er nu is. Ja. En ik zou me bijvoorbeeld ook voor kunnen stellen dat evenementen veel meer in gesprek gaan, grote evenementen, veel meer in gesprek gaan met omwonenden, zelf kijken hoe ze tot iets kunnen komen. Dan zeggen van, waar zit bij jullie de pijn? Hoe kunnen we dat? Wat kunnen we daaraan doen? En misschien dat daar wel heel veel te halen is door met elkaar dat gesprek op te zoeken tot oplossingen te komen. Ik hoorde bijvoorbeeld van iemand een relatie van mij die zit in België, die woont vlakbij Tomorrowland. Ja. Daar hebben ze dus allerlei regelingen dat omwonenden met voorrang kaartjes kunnen kopen en met korting geloof ik zelfs. Omdat ze zoiets hebben van, ja, jullie zitten in de herrie. Ja. En als je het leuk vindt om erheen te gaan, moet dat in ieder geval mogelijk zijn. Want normaal kom je daar niet tussen. Nee. Dat is een drama om die kaartjes te kopen. Dat is in no time uitverkocht. Maar goed, daar wil ik helemaal niet zeggen dat de oplossing is voor allerlei dingen. Maar dat is, vind ik wel, een manier van denken. Dat als je het leuk vindt om erheen te gaan, dat het in ieder geval niet zo is dat je thuis moet zitten in de herrie omdat je er niet door kon komen. Nee, precies. Vinden jullie wel dat er genoeg evenementen zijn hier in de stad? Nee. Ja, toch wel? Ja, er zijn wel veel dingen te doen. In de zomer toch? Ja. Zoals, wat dan bijvoorbeeld? Wat spreekt je wel aan? Als het lekker weer begint te worden, kunnen we naar het park, toch? Dinsdag, Palmpark is, dat is wel leuk. Breda heeft natuurlijk best wel een fors evenementenaanbod. Is er voldoende, denken jullie, of niet? Ja, er is best wel veel volgens mij. Ja, ik ga niet naar heel vaak, maar ook naar Koningsdag en zo. Dat is natuurlijk ook in Breda, dus ja. Op zich best veel. Ja. En nodig je ook wel eens vrienden en familie uit? Nou, met carnaval en met Koningsdag, ik woon hier in de straat. Kijk. Nieuwstraat, mooie straat. Ik kan altijd heel veel mensen. Ik woon in Breda, ja. Heeft u wel eens overlast van de evenementen in de stad? Nou, wij wonen buiten de stad, hè? Dus echt aan de buitenrand. Dus daar heb ik geen last van. En mist u nog evenementen die we in Breda zouden kunnen houden? Nee, niet bepaald. Nee, ik zou het niet weten. Nee. Woont u in Breda? Ik woon hier in Breda, in het centrum. Heeft u wel eens overlast van de evenementen? Enige van de, als het met Koningsdag is, van de, als de bassen aangaan, dat is echt verschrikkelijk. Dan staat de kast te trillen en de spullen in de kast ook. Maar ja, dat is één keer per jaar en dan denk ik van, ach. Dan is het te doen. Ja, dat is te doen, ja. Ja, precies. Ja, het is niet dat ik me daar wakker van lig. Heb je wel eens overlast van de evenementen die er zijn? Nooit. Ik had met carnaval wel heel erg veel last. Ik woonde boven de restaurants en daar was het heel erg feest, dus ik had veel herrie. En dat is meerdere dagen? Ja, dat was meerdere dagen, dus dat was niet zo fijn. Nee, helemaal niet. Nee, maar ja, wij wonen net aan de rand van het centrum, dus
Net de lusten, maar niet de lasten. Dus dat is wel fijn voor ons. Ja. Heb je wel eens overlast van evenementen? Nee. Ik denk dat wij eerder overlast maken. Ik zit hier met Tim van het Hof, fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad hier in Breda. Er is een nieuwe evenementennota gepresenteerd. Wat vindt u daarvan? Als we concreet kijken, dan is de evenementennota een mooie eerste aanzet. Mm-hmm. Hij is prikkelend, getuigen de reacties van afgelopen week. Maar het is ook wel een mooi moment om met elkaar de discussie aan te gaan van wat willen we nou qua evenementen? Welk ambitieniveau past daarbij? Welke voorwaarden willen we erbij? En wat D66 betreft gaat het dan echt om verduurzaming van evenementen. Het gaat om ruimte laten voor nieuwe en spontane evenementen. En het gaat om de vraag, hoe gaan we evenementen nou faciliteren en ook ondersteunen, onder andere via subsidies. Ja, een van de wensen die er lagen was gewoon om het aantal evenementen te gaan reguleren, te gaan regelen. En dat zit er nu in, per aantal voor de binnenstad, aantal voor de Galdensemeren, aantal voor Breepark. Nou, die aantallen zijn goed, maar aan de andere kant, een van de dingen waar we ons dan wel zorgen om maken, is dan wat ik net al zei, wat ik heel belangrijk vind, is ook ruimte laten voor nieuwe en spontane evenementen. Mm-hmm. En dat staat natuurlijk wel op gespannen voet met elkaar. Aan de ene kant wil je het goed regelen met elkaar, dat er niet te veel evenementen zijn. En aan de andere kant wil je ook ruimte laten voor evenementen die iets bijdragen. En wat mij betreft kan dat ook door ook goed te kijken naar evenementen van wat voegen ze nou toe op die locatie. Dus als je een evenement houdt in de binnenstad, dan moet die wel van meerwaarde zijn voor de binnenstad. En als die ook net zo goed ergens anders gehouden kan worden, dan moet je er zo over nadenken van, hoort dit dan wel in de binnenstad of kunnen we het ergens anders doen? Ja. Of moeten we het evenement niet faciliteren? Het zou ook nog een keuze kunnen zijn. Toch is dat ook wel een kritiekpunt wat genoemd wordt. Hè? We hebben nu Breepark, Oude Bavelsberg is aangelegd. Toch mogen daar ook maar een beperkt aantal evenementen plaatsvinden. En zij mogen zelf selecteren op evenementen. Staat het daar niet in tegenstelling tot elkaar? Ja, die tegenstelling voel ik niet zozeer. Het is een commerciële partij en die moeten ook gewoon hun keuzes maken in welke evenementen houden we. Aan de andere kant, ze zitten in Breda, dus ze zijn ook samenwerkingspartner in het hele evenementenbeleid. Ja, en tot slot, en ik snap dat heel goed, aan de andere kant moeten we het aantal evenementen daar ook normeren. Ja, welke dingen ontbreken er nog wel in de nota? Nou, wat wij heel erg belangrijk vinden is duurzaamheid. Verduurzaming van evenementen. Als het gaat om de elektriciteitsvoorzieningen, mm-hmm. Zodat al die dieselaggregaten weg kunnen. Aan de andere kant zou je ook kunnen kijken wat nou evenementen doen aan afvalinzameling. Dat kan ook op een duurzame wijze, hoe we het plastic inzamelen tijdens carnaval. Maar ook andere voorbeelden, onlangs hebben we dat voorbeeld ook ingebracht. De duurzame evenementbeker. In andere steden heb je een harde plastic beker, daar betaal je een euro statiegeld voor. En zodoende voorkom je al die plastic soep, zeg maar, die op de grote markt ligt. Ja. Omdat je gewoon je beker weer inlevert als je hem op hebt. En wij hebben nu een soort van de gewoonte om die op de grond te gooien. Dan wordt die wel netjes, zeg maar, weer opgeveegd en al het plastic wordt wel weer netjes ingezameld. Maar voor de veiligheid en voor het zicht is het natuurlijk niet altijd het beste. Dus dat zouden wel dingen zijn waarvan we denken van daar kan nog wel een enorme slag gemaakt worden. Ja. Zeker ook omdat evenementenorganisatoren daar zelf ook heel erg mee bezig zijn. Zijn er nog meer thema's waarvan u denkt, terugzien? Nou ja, wat ik net zei, ruimte laten voor nieuwe evenementen en spontane evenementen. We hebben jarenlang een beleid gehad rondom vrijstelling van lezers en precaria voor kleinschalige evenementen. En dat heeft er wel voor gezorgd dat de afgelopen jaren een aantal evenementen van kleins af aan hebben kunnen doorgroeien. En nu grote evenementen zijn die echt iets toevoegen aan Breda. Ja, en betalen die nu dan geen precaria rechten? Nee, want het zijn geen kleinschalige evenementen meer. Dus dat gaat iedere keer zo verder. En dat zorgt ook voor een professionalisering van evenementen in Breda. Waar we allemaal weer van kunnen genieten. Ja.